Is dit het antwoord van de spelers? Ja, dat was ook hoog nodig. Ik denk niet alleen de perikelen rondom de club, maar ook voor onszelf. Kijk, uiteindelijk, natuurlijk heb je ermee te maken, maar je moet gewoon naar jezelf kijken. Uiteindelijk hebben wij hier invloed op. Op het spel, op het spelen. En dat hebben we goed gedaan, we hebben gewonnen en dat was het allerbelangrijkste. En ook slim gespeeld? Ja, we moeten wel. We moeten terug naar de basis. En uiteindelijk, we willen ook heel graag voetballen, maar dat gaat op dit moment niet. We moeten zorgen dat we vertrouwen tanken. En uiteindelijk vanuit een defensieve organisatie, wat niet oogstrelend is voor het publiek, dat weet ik ook. Maar ik heb op dit moment even scheiden aan alles, want uiteindelijk gaat het om de punten. En we moeten weer vanuit die punten halen, moeten we weer zelfvertrouwen krijgen. En dan eindelijk, dat was hij dan, hè, Vincent van Meij. Nee, maar goed. Nou, ik heb al gezegd, van ook die start is moeilijk. En het is verdomde moeilijk iemand inpassen op het moment dat een elftal niet lekker draait. En dat ligt niet aan Vincent, dat ligt aan alles binnen de club, binnen het team. En ja, als je maar geduld hebt, denk ik als coach, dan uiteindelijk dan komt het er wel uit. En hij beloont inderdaad met een paar goede goals. Zeker die derde was ontzettend belangrijk. Ik heb daarna nog gewisseld. Ik denk van, het is prima zo. We hoeven niet mooi te voetballen. Laat ze maar komen, jong PSV. Laat ze maar komen, laat ze maar stuk lopen. En Sam Kers nog erbij gezet. Omdat ik vond dat hun backs erg hoog stonden. Dan heb ik dat met Romat en Amine opgelost door een centrale verdediger extra erbij te zetten. Hoe belangrijk is deze overwinning voor FC Den Bosch? Ik denk dat niemand zich dat beseft. Dat dit wel een cruciale ommezwaai kan zijn. En die hebben we tegen Twente hebben dat opgestart. Daar zijn we begonnen. We hebben ons gereset. We hebben gezegd, we gaan ons voorbereiden op de play-offs. En dit soort wedstrijden hebben we nodig. En dan is het vertrouwen tanken, nog eens vertrouwen tanken. En uiteindelijk krijg je nu ook de beloning van hard werken. En laat Sparta nu maar komen. Ja, maar goed, maar dat is de volgende. Ik vind het te groot om te zeggen, laat Sparta nu maar komen. Want uiteindelijk zijn we nog niet daar waar we willen zijn. En ik heb nog te veel dingen gezien wat beter kan. Maar we zijn dik tevreden met dit resultaat.